Wat een rollercoaster. Ja, vrienden, aan emoties hebben wij niet meegemaakt met onze Tjeerd de Groot van D66. Ja, want kijk, eerst waren we al blij dat hij op nummer 12 stond, weet je nog? En we hebben een lijstje gemaakt en de Tjeerd die was ineens op nummer 12 gezet. Want ja, bij D66 waren ze natuurlijk niet al te blij geweest met de Tjeerd. Maar goed, en toen ineens verdween er iemand. En toen mocht hij een plaatje opschuiven. Toen stond hij op 11, verkiesbaar. En toen ineens zeiden de leden, nee, we zetten onze stikstofgoeroe zetten we op 10. Nou, en toen stond hij op 10. En toen kregen we de peilingen. En de hele tijd in die peilingen ging het dus tussen 10 en 9 en 8. En toen weer 7 en toen weer 9. En wij zaten al een beetje zo van, nou, 9 zeteltjes maar voor D66. Dus, Tjeerd, tot ziens. Maar nee, na de verkiezingen, ja, toen gingen we tellen. En toen stond D66 in eerste instantie op 9. Dus wij bleven nog steeds in de handjes wrijven. Kun je nagaan waar we allemaal doorheen zijn gegaan. En toen kwam het bericht. Nee, D66 gaat naar 10. Oh, nou, toen hadden we dus te vroeg gejuicht. En ja, en toen zaten we toch weer een klein beetje in de put. Want de Tjeerd, die kwam weer terug in de kamer. En nu, vrienden, ja, er is toch een soort van rechtvaardigheid. Ja, de VAR heeft toch nog even gekeken, ja, naar het hele verhaal. En de VAR heeft besloten dat die zeiden van, ja, de Tjeerd is, zeg maar, de afgelopen jaren toch iets te vervelend geweest. Ja, ja. En daar staat toch een straf op, ja. En die straf is dat ze nu 160 stemmen tekort. Ja, 160 stemmen komen ze tekort voor de 10e zetels. Dus het zijn er weer 9. Dus vrienden, dan gaan we weer. We gaan weer met z'n allen zwaaien naar de Tjeerd. Hey, hey, Den Haag.